Alweer de laatste aflevering van onze miniserie. Kijk je mee? Wat zijn de plannen voor het dak? Nou, zoals je ziet wordt er op dit moment heel hard gewerkt. Er wordt nu een stellage aangebracht waar dadelijk 1150 zonnepanelen op worden aangebracht. En die 1150 zonnepanelen die gaan ervoor zorgen dat het hele gebouw wordt voorzien van stroom. Uiteindelijk, dat heb ik al eens eerder verteld, we gaan hier voor een energie-neutraal gebouw. Dus stellages voor zonnepanelen. En als je hier verder op het dak rondkijkt, zitten nog een paar leuke, interessante dingen zitten erbij. De zogenaamde sheddaken. En de sheddaken, dat zijn die kammen waar glas in zit, waardoor je van binnenuit door het hele gebouw naar buiten kan kijken. Ja? Dus glas. Hiernaast, ook een hele bijzondere, hier hebben we eigenlijk een binnentuin gemaakt. Een binnentuin die bij de personeelskamer hoort. Dus we hebben hem af moeten dekken, want anders dan zou alle water zo naar binnen kunnen komen. Vandaar dat hij nu dicht is gemaakt. Maar in de zomerperiode kunnen we die dus ook heel goed openzetten. En dan hebben we gewoon een tuinidee. We vonden het super dat u ons heeft rondgeleid. Nou, ik vond het heel erg leuk om dit aan jullie te kunnen laten zien. Want dit is mijn dagelijkse werk en ik ben er eigenlijk heel trots op hetgene wat we hier aan doen zijn. En ik doe het uiteindelijk allemaal voor jullie, voor de leerlingen. Dus ik ben blij dat ik het op deze manier heb kunnen tonen. Dankjewel dat jullie zijn gekomen.